Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar een nieuwe uitzending van Weekendlui, met hier een aandacht voor de opening van het ecaduct over de A2 en het bevrijdingsfestival in het Jekerkwartier. Maar nu eerst het nieuws met Olga Hupkens. Dag dames en heren, het is maandag 16 september en dit is het nieuws. De gemeente schiet het EIPA, oftewel het European Institute of Public Administration, te hulp. De instantie die in een pand op het Onze Lieve Vrouwenplein zit, dreigt geen subsidie meer van het Rijk te krijgen. Omdat Maastricht in EIPA een belangrijke werkgever voor de stad ziet, stelt men de komende 4 jaar een ton per jaar beschikbaar. Ook de provincie wil eenzelfde bedrag beschikbaar stellen. De gemeente hoopt dat het Rijk alsnog over de brug komt met het laatste beetje benodigde geld. MVV is de profclub van het jaar geworden bij de Meer dan Voetbal Awards. Die awards belonen prof- en amateurclubs en projecten die vernieuwend en onderscheidend zijn op het gebied van maatschappelijk voetbal. MVV heeft de award onder meer gewonnen vanwege het project Overgewicht Buitenspel. Dit is een project om obesitas bij kinderen terug te dringen. Ook het feit dat spelers van MVV zich verplicht een aantal uur moeten inzetten voor maatschappelijke projecten wordt door de jury gewaardeerd. Met het winnen van de award kan MVV een geldprijs die het voor maatschappelijke projecten moet gebruiken tegemoet zien. Het voormalig postkantoor aan de Statenstraat heeft de Victor de Steursprijs gewonnen. Wiel Arets nam de gemeentelijke prijs in ontvangst voor de renovatie van het markante gebouw. De jury oordeelde dat de verbouwing en herinrichting van het voormalig postkantoor sober en doelmatig is uitgevoerd. Dit past volgens hen goed bij het bescheiden karakter van het bestaande monument, waarvan de gevels respectvol zijn gerestaureerd. Daarnaast was de jury te spreken over de manier waarop verschillende designdisciplines zijn samengebracht tot één harmonieus woonconcept. Maastrichts Mooiste organiseert in 2015 de Maastricht Marathon over de Via Belgica. Tijdens dit nieuwe hardloop-evenement vertrekken de renners in Übach-Palenberg in Duitsland om over de oude Romeinse weg, de Via Belgica, in Maastricht over de finish te komen. Tijdens Maastrichts Mooiste in juni 2014 kunnen renners zich inschrijven voor de eerste editie van de Maastricht Marathon in 2015. De tweejaarlijkse braderie Heer Totaal trok gisteren duizenden bezoekers. Verschillende winkeliers, instellingen, verenigingen en muziekgezelschappen uit Heer presenteerden zich tijdens het evenement in de winkelstraten van de wijk. De festiviteit werd gisteren voor de 8e keer georganiseerd. De liefhebber van de Maastrichtse industriële geschiedenis komt weer aan zijn trekken. Op initiatief van de 75-jarige ingenieursvereniging Kivi en in samenwerking met Zicht op Maastricht en het VVV bestaat er sinds afgelopen vrijdag een speciale rondleiding. Onder de naam Tussen Markt en Bassin kan er gekeken worden naar sporen van Maastrichts industrieel erfgoed. Odin Wijnhoven maakte samen met cameraman Igor Hemels een korte ronde langs de route. Dat is een heel aardig monumentje. Dit is een fontein, een bronzen fontein. En die hadden een drinkbankje aan de onderkant. En het aardige is dat de drie paardjes die daar bovenop staan, die zijn nog niet zo heel lang geleden teruggeplaatst. Dat is een beeldje dat gemaakt is door Charlijk. Het is nog niet zo lang geleden dat Maastricht de bakermat was van de industriële revolutie in Nederland. Zoals bekend zette met name de familie Regout de maakindustrie in Maastricht op de kaart. Deze maakindustrie bestond onder meer uit de productie van glas, aardewerk, porselein, wapens en papier. Via de voormalige binnenhaven van Maastricht, nu het Bassin geheten, werden de grondstoffen aangevoerd en vonden de producten hun weg naar Holland. In het gedeelte tussen de markt en het Bassin is nog veel terug te vinden van dit industrieel erfgoed dat niet verloren mag gaan. De industriële revolutie in Nederland is ontstaan hier in Maastricht. Oké, dat zegt toch eigenlijk genoeg. Maar het mooiste voorbeeld wat ik tegen ben gekomen is het röntgenapparaat van Hofman en van Kleef. Iedereen kent de naam van Peters Regout,
Maar niet iedereen weet dat die industriële revolutie hier begint met Jan-Pieter Minkeleers. Dat is een Maastrichtenaar en die heeft een methode uitgevonden om steenkool te verbranden zonder daar zuurstof aan toe te voegen, waardoor er een gas ontstaat, dat heet lichtgas. Met dat lichtgas kon je ballonnen vullen, maar kon je ook straatlantaarns vullen. En op die manier zouden we kunnen zeggen, staat hij terecht hier aan het begin van de Bosstraat, waar de hele industriële ontwikkeling van Maastricht eigenlijk zich heeft afgespeeld. Rond met name de figuur van Peter Regout en zijn zonen. Dit wetende geeft het een hele andere kijk op de Bosstraat in zijn geheel. We komen nu aan bij een brouwerij, een oude brouwerij. Die was in het bezit van de familie Mares. Daar kun je nu niet meer zo heel erg veel van zien. Behalve de twee valken die daar te zien zijn. Dit was brouwerij De Valk, of ook wel De Valkenbrouwerij, een bezit van die familie Mares. Maastricht kende vanuit de middeleeuwen ongelooflijk veel stadsbierbrouwerijen. En dat was van groot belang, omdat in die periode was het drinkwater niet te vertrouwen. En bier dat had een bewerking ondergaan, dan wist je zeker dat je geen ziektes zou kunnen oplopen. En daardoor was bier eigenlijk de volksdrank. Je kon het in cafés kon je grote kannen laten vullen en dat werd door iedereen gedronken, zelfs door de kinderen. Vandaar dat de Maastrichtenaren zo verzot zijn op pils. Aan de overkant van de straat staat het standbeeld van Petrus Regout, de pottenkoning, Pierre werd hij ook wel genoemd. En hij staat voor het kantoorgebouw dat in de jaren 50 gebouwd is voor de Sphinx. Het had nog heel wat voeten in aarde voordat het hier werd neergezet, omdat ja, Petrus Regout had een slechte naam. Niet helemaal terecht. Want Regout heeft de industrialisatie van Maastricht op gang geholpen. Dat was in de tijd dat kinderarbeid heel erg normaal was. Ook op het platteland, in de brikkenindustrie werden kinderen ingezet. En dat was ook zo bij Petrus Regout. Ik vind het eigenlijk toch een beetje schandalig dat de man die als eerste groot industrieel van ons land bekend staat, dat de man die Maastricht van identiteit heeft doen veranderen, van oude vestingstad naar vroege industriestad, dat die man nog steeds in de stad geen steeg, geen straat, geen laan naar hem vernoemd heeft. Natuurlijk is altijd de vraag, waarom wordt dat de Eiffel genoemd? Dat is afkomstig van het feit dat de Eiffeltoren in Parijs lange tijd het hoogste gebouw is geweest in Europa. Het was een technologisch fantastische nieuwe constructie die daar gemaakt was ter herdenking van 100 jaar Franse revolutie. En omdat dit gebouw ook overal bovenuit torende en als het ware diezelfde grandeur uitstraalde, wordt het in de volksmond de Eiffel genoemd. Marseille is heel belangrijk geweest voor de industriële ontwikkeling van Maastricht. Het is als een binnenhaven gebouwd. In 1824 ging de bouw van het bassin ging van start. En zo kwam hier in 1851 ook een papierindustrie tot stand. Aan de overkant van het bassin, dat prachtige wit geschilderde gebouw, dat wordt genoemd het Lommelenfabriek in het Maastrichtse dialect. En dat duidt er al op dat het basismateriaal om papier te maken, dat bestond uit vodden. Die vodden die werden hier per scheep aangevoerd en uit die vodden die moesten natuurlijk vermalen worden. En dat gebeurde in het Lommelenfabriek. Hele grote stalen molens, ballen zijn het eigenlijk, waarin heel veel fabrieksmeisjes alle knopen en wat er allemaal aan spullen aanzetten uit verwijderd hadden. Die werden in die bassins bij elkaar gepakt en daar zaten enorme pinnen in en die werden gekookt, die lommelen werden gekookt tot een soort papje waar je papier van kon maken. Uiteraard is er nog veel meer te zien tijdens deze wandeling. De wandeling langs de pottenmannetjes van Regout, de jongens van de blozerij en de meisjes van het Lommelenfabriek is ongeveer 2,5 kilometer lang en gaat langs 26 industrieel historische punten. Iedereen die deze wandeling wil maken, kan deze via het VVV boeken.
Tot zover het nieuws. Na de reclame kunt u nog kijken naar een nieuwe uitzending van Weekendlui. Programma's kunt u via onze website en op onze Facebookpagina terugzien. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.